Voor eind april moet het staatsziekenfonds een overeenkomst hebben bereikt met de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten. Minister Amaramadin zegt dat er goede gesprekken zijn gevoerd met de leiding van de One Stop Shop. Hij vindt het daarom erg dat er een ontslagprocedure in werking is gezet. De bewindsman benadrukt dat de regering er alles aan zal doen om de One Stop Shop de plek te geven die haar toekomt. Namelijk, één is in de preventie, is het een belangrijke actor. Tweede is, er zijn 9 jaar lang geen overeenkomsten tot stand gekomen tussen de verzekeraar en de One Stop Shop. Hetgeen jammer is, ik geef niemand de schuld. Het zou misschien vanuit de regering beter gepusht moeten worden. In ieder geval heb ik het SZF de directieven gegeven om nog voor eind april te komen tot een conceptovereenkomst. Met betrekking tot vergoeding van diensten die de One Stop Shop. Want kijk, het probleem is dat de One Stop Shop wordt gesubsidieerd, maar heeft geen andere inkomsten. Terwijl ze wel medische diensten die voorkomen in het verzekeringenpakket leveren. En daar heb ik dus het SZF als grootste verzekeraar gevraagd om een conceptovereenkomst aan te gaan. En de gesprekken worden intussen, zijn er afspraken gemaakt voor die gesprekken. De bewindsman zegt verder dat het niet verantwoord is voor de One Stop Shop om in de locatie bij het Academisch Ziekenhuis operationeel te blijven. Dit vanwege het probleem van wateroverlast. En daar heb ik ook One Stop Shop aangeboden. Ik kan niet alles hier prijsgeven. Maar ik heb in elk geval gezegd dat het Wanica Ziekenhuis staat ready voor de One Stop Shop. Dus dat zou bekeken worden. En we hebben de salarissen ook van de One Stop Shop van het personeel tot eind april zeker gegarandeerd. Dus er zijn genoeg zekerheden vanuit de regering geboden. En ik vind het jammer dan dat er beeld wordt gecreëerd. Door wie weet ik niet, maar er wordt een beeld gecreëerd als zou de regering het niet serieus nemen. Juist is het deze de regering die wil gaan voor zekerheden voor de One Stop Shop. Want we kunnen niet ongelimiteerd doorgaan met het subsidiëren. Het kost geld. One Stop Shop heeft 10% van alle diabetes die ze behandelen. Dat is ook een vraagstuk waar we naar moeten kijken. Als je aangeeft dat je dus genoeg preventie biedt, dan zou je veel meer cliënten moeten bereiken. Maar vanwege die vele onzekerheden die er bestaan, is het ook niet verantwoord om meer diabetes dan, laten we zeggen, in de preventiesfeer daar binnen te krijgen. Dus ik wil die zekerheden creëren, waardoor ook die druk op de overheid iets minder wordt. Maar aan de andere kant willen we ook aangeven dat we het wel serieus nemen met preventie. Minister Amaramadin van Volksgezondheid. Hij sprak woensdag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.